Jullie verdelen twee mooie, luxueuze merken. Van waar die keuze? En wel, Sandrine, Land Rover, de Microve, is ongeveer een 20-tal jaar geleden ontstaan in Dendermonde. En daar hebben we vele jaren Land Rover verdeeld. Mm-hmm. Maar met de mondiale ontwikkeling en de vele modellen die er zijn bijgekomen, hebben we 4 jaar geleden beslist om een nieuwbouw te plaatsen hier in Zeelen, waarbij dan het merk Jaguar er is bijgekomen. En ik moet zeggen, het is fantastisch geworden. Hoe zorgen jullie ervoor dat klanten na aankoop van een nieuwe wagen daar ten volle van kunnen genieten? Op Jaguar en Land Rover zit sowieso 3 jaar garantie of 100.000 kilometer. Daar komt bovenop dat bij Jaguar ook nog eens 3 jaar gratis onderhoud is inbegrepen. Welke modellen moet ik zeker gezien hebben voor het Autosalon 2021? Wel, Sandrine, wat je bij Jaguar vooral moet gezien hebben, is de Jaguar I-Pace. 100% elektrisch en ook 100% fiscaal aftrekbaar. Dus zeer interessant als bedrijfswagen. Doen jullie in januari ook speciale acties naar aanleiding van het Autosalon? Zeer zeker, want zoals de meesten onder ons al weten, gaat Brussels Motor Show niet door, maar verhuist het salon van Brussel naar Zeelen. Wat betreft Jaguar en Land Rover dan toch. En wat moet je zeker gezien hebben, is ook de Jaguar F-Pace plug-in hybride en de nieuwe Jaguar E-Pace plug-in hybride. Ja. Daarbovenop hebben we op die modellen ook speciale condities. Wel, Sandrine, we zijn toegekomen aan de testwagen waar je zo dadelijk mee gaat buitenrijden. Dat is de nieuwe Range Rover Evoque plug-in hybrid. Ja. Rijdt ongeveer 55 kilometer puur elektrisch. Mm-hmm. Je kan dat kiezen. Oftewel continu plug-in rijden of combinatie van benzine en elektrisch rijden. Okay, ja. We zullen even kijken naar het mooie interieur, ja. Het mooie design. Zoals je ziet, ja. Is eigenlijk alles met touchscreen. Dus niet te veel knopjes. Heel gebruiksvriendelijk. Mm-hmm. En voorzien van alle snufjes. Ja. Wel, Sandrine, ik nodig graag iedereen uit in de maanden januari en februari om met onze nieuwe plug-in hybride modellen, zowel bij Jaguar als bij Land Rover, te komen testrijden.